Hallo, ik ben Hanna en dit is mijn leuke 360 graden vlog. Ik neem jullie mee doorheen Groot Herzele, mijn dorp. Volg je mij en mijn vrienden, want je kan overal rondkijken. De Burgtzieten in het centrum van Herzele is de toeristische visitekaart en de place to be bij tal van evenementen. Deze voormalige verblijfplaats van de heren van Herzele stond symbool voor de heerlijkheid Herzele, een van de belangrijkste heerlijkheden van het land van Aalst. Het gebouw werd twee keer zwaar aangepakt. Nu rest enkel de walgracht, een gerestaureerde woontoren en het geconsolideerde grondvlak. Het nog bewoonde kasteel du Parc Cloque Maria werd gebouwd in het midden van de 19e eeuw. Bij de ingang staan drie opmerkelijke huizen waarin vroeger het kasteelpersoneel woonde. De prachtige dreef met eiken, linden en olmen geeft uitzicht op een kasteelpark met een Engelse tuin, een ijskelder en een vijver. Door haar ligging op de top van de zuidelijk gerichte helling is het kasteel van ver zichtbaar in het landschap. De dorpskern van Ressegem herbergt al eeuwen een mysterieuze grote heuvel die omgeven is door een grote waterval. Het gaat om een middeleeuwse kasteelmotte, een van de best bewaarde en meest imposante uit Vlaanderen. Deze kunstmatige ophoping van grond met daar rond een diepe brede waterval was in de 11e eeuw vermoedelijk de verblijfplaats van de heren van Ressegem. Het huidige kasteel van Steenhuizen werd gebouwd in 1626 door Jean de Richadeau op de funderingen van een oude burcht. In 1978 werd het kasteel aangekocht door de familie van Weyenbergen, een familie bekende ondernemers afkomstig uit Steenhuizen. Het kasteel en kasteeldomein kreeg na de restauratie in 1990 de prestigieuze prijs Europa Nostra Award. De oude trambaan in Sint-Lieve-Zuidhem en Herzele is een overblijfsel van de tramlijn Gent-Gerardsbergen die tot 1957 actief was. De gemeente vormde het om tot een alternatief fietspad tussen de twee gemeenten. Een droom voor elke fietser. En zo zijn we terug in Herzele bij de Burgtzieten. Hopelijk vonden jullie het plezant om te kijken en misschien zien we elkaar wel weer terug in Herzele.